Where is the body? I don't know, Chief Inspector. Hé, hey, dat is ook wat. Die detective is helemaal niet in Engeland opgenomen. Dat zie je, dat is vlakbij. Dat is Kasteel de Schaffelaar. Someone fell from a tower and you don't know where the body is? Well, yeah, no, Chief Inspector. De Schaffelaar is in 1852 gebouwd, in neo-Tudor-stijl, op zijn Engels dus. Het is eigenlijk maar heel kort particulier bewoond, een jaar of 80. Want in 1935 was bewoning al te duur geworden. In de Tweede Wereldoorlog was het een interneringshuis voor Joden die voor de Duitsers van belang waren. En aan het eind van de oorlog verbleven er bejaarden die de bombardementen in de Randstad waren ontvlucht. En daarna zat er een revalidatiecentrum voor oorlogsinvaliden. Toen opleidingscentrum van de bescherming bevolking. Daarna een typschool, heb ik nog opgezeten. Toen een sportschool en daarna een logeerplek voor buitenlandse studenten. En nu is het een luxe locatie voor feesten en congressen. En er wordt kennelijk een Engelse detective opgenomen. Well, he didn't jump from this tower, Inspector. He jumped from the church tower in town. Ja, dat klopt. Dit huis heet misschien wel de Schaffelaar om Jan van Schaffelaar te eren, die in 1482 van de kerktoren in Barneveld sprong. Gebeurde tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Hoekse soldaten hadden de kerk belegerd en schoten met kanonnen op de kerktoren. Ze eisten dat Jan van Schaffelaar, een van de Kabeljauwen, van de toren zou worden geworpen. Jan offerde zichzelf op en sprong. Hij overleefde de val, maar werd alsnog gedood. Then why are we here? Well, it looks so English because of its Tudor style. I just thought it would fit well in our series.